Zo zie je mij niet, toch? Goedemorgen, Bert. Goedemorgen, Maria. Hallo. Goed zo met deze online meeting. Ja, grappig en leuk. Leuk je te zien. Ja. Echt lang geleden, joh. Ja, zeker. Zeker. Ja. Hey, welkom in de uitzending Schoonheid en Troost in Coronatijd. Het is de 24e aflevering alweer. Waarbij ik zeg maar elke dag iemand bel om te vragen hoe het met hem gaat, hem of haar. En te kijken hoe je deze tijd ervaart en wat voor jou schoonheid en troost is in deze tijd. Ja, nou mooi thema. Complimenten daarmee, Maria, dat je dat initiatief zo genomen hebt. En weet je, ik schoonheid en troost, ja, dat zijn hele mooie waardes en dingen waar we in deze tijd natuurlijk behoefte aan hebben. Ja, En ik heb, je benaderde me gisteren ervoor om of ik beschikbaar was. Nou, ik vind het natuurlijk hartstikke leuk om mijn verhaal te doen. Ja. Zoals heel veel mensen natuurlijk verhalen doen. En, want hoeveel heb je er nu gehad? 18e, dacht ik? Of niet? Nee, dit is de 24e. 24 al. Nou, ik heb er even 2-3 vluchtig doorgekeken en ik vond het best wel een heel leuk concept. En ik heb er niet te veel gekeken, want dan ga ik daar weer op reageren. En dat vind ik ook niet prettig. Ik wil het ook proberen bij mijn eigen verhaal te houden. Maar wat ik belangrijk vind aan dat thema wat jij zo op... Kijk, er liggen waarden boven, hè? Boven schoonheid en troost. En dat is eigenlijk een beetje wel het verhaal van mij. Dat is het verhaal van bewustzijn. Ja. He, dus op het moment dat je bewust bent van dingen, dan ben je ook bewust van schoonheid en je bent ook bewust van troost. Alles heeft uiteindelijk ook met elkaar te maken. Hè? En er is een soort verbinding, zeg maar. En nou, dat is denk ik het doorlopende verhaal wat ik over deze tijd te vertellen heb, zeg maar. Mm-hmm. Mm-hmm. Hoe ervaar jij deze tijd, Bert? Ja, weet je, het is natuurlijk een tijd vol verwarring en het is bizar en het laatste woord is er ook niet over gesproken en ik heb de waarheid op dit moment natuurlijk ook niet. Het overkwam ons natuurlijk ook en het overkwam mij ook. Het is, toen het vanuit China oplopte, had ik natuurlijk niet kunnen bedenken dat het deze kant op zou gaan. Mm-hmm. En de eerste signalen waarbij ik dacht van het is toch wel zeer ernstig, was toen natuurlijk vanuit Italië de berichten kwamen van wacht even, hier is echt wat aan de hand. Yeah. Ja, en een paar dagen later zaten wij natuurlijk midden in het verhaal. En wat het eigenlijk is, hoe ervaar ik het? Ik denk dat het belangrijk is, en ieder doet het op zijn manier, maar wij hebben ons als gezin, zeg maar, klein gemaakt. We proberen ons zo klein mogelijk te maken. Mm-hmm. En dus toen Rutte 5,5 week geleden voor het eerst sprak, hebben wij, voordat hij ging spreken, hebben wij de koffer al gepakt. En zijn in de auto gestapt en wij hebben een klein verblijfje hier op de Schelling. Ja. En daar zijn we zeer bevoorrecht mee. En daar zitten we inmiddels al 5,5 week met ons gezin. Hè? Dus wat kleren en een tas met boeken en that's it. En daar doen we het mee. En daar hebben we ook alle tijd hier in de Schelling om over dingen na te denken. En de natuur heel kort bij, hè, dus lopen de deur uit, zit midden in de natuur. Ik vind dat wel heel, heel louterend. Het is natuurlijk ook een tijd die tot nieuwe inzichten gaat komen, hoop ik. Hè. Dus ik hoop dat mensen uiteindelijk meer doen dan alleen bouwmarkten en meubelboulevards. Maar dat je uiteindelijk ook, dat we met elkaar, ieder voor zichzelf, en dat we met elkaar in gesprek gaan om te kijken hoe we uiteindelijk In een nieuw tijdperk terechtkomen. He, dus om daar Jan Rotmans in aan te halen. Het is niet een tijdperk van veranderingen, maar een verandering van het tijdperk waarin we zitten. He, zo ervaar ik het. Ja. En we zitten in een transitie. Ja. Jan Rotmans is natuurlijk hoogleraar transitiekunde in de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ja. En daar kan ik me ook wel in vinden. We zitten in een transitie, maar hoe die eruit gaat zien en welke kant we op gaan. Ja, dat is natuurlijk en in welke fasering, dat is natuurlijk de grote vraag. En, dus het is een tijd van enerzijds van een bitterheid, hè? Dus vanuit je zal maar ziek zijn, of met overlijdensgevallen in je omgeving, of in de vitale beroepen actief zijn. Overigens kunnen we zo ook nog wat over zeggen, hè? Over vitale beroepen, maar zoals ze nu op dit moment geduid worden, dan ervaar je het natuurlijk heel anders dan dat je het enigszins vanaf de Schelling beschouwelijk kunt overzien. En
En er is geen waarheid in deze. Niet anders, wat mij betreft, dat er vele waarheden zijn. En de waarheid die op dit moment op de media geuit wordt, dat vind ik maar een zeer eenzijdige waarheid. En daarom vind ik jouw initiatief ook zo goed. Omdat ik dan nu als 24ste aan het woord kom. En jij laat verschillende mensen aan het woord met ieder eigen beschouwing. En dat zijn niet de beschouwingen veelal die in de praatprogramma's en in de nieuwsprogramma's, die ik voor een groot gedeelte ook mijd om die reden, maar omdat ze niks nieuws brengen. Nou ja, dat is ook de reden waarom ik het gestart ben. Ja, want, ik kan me dat heel goed voorstellen. Ja, heel goed. Ik werd echt zo... als je er echt goed naar kijkt, dan is er eigenlijk is het nieuws steeds hetzelfde. Precies. En het neemt je mee in een soort angst die je niet hoeft te hebben, want de mensen die ik spreek, die hebben geen angst. Nee. En natuurlijk kun je ook angst hebben, angst mag er ook zijn, weet je wel, maar je hoeft het niet extra te voeden, ook als het er niet is. Zo van, weet je, hier heb je het. En dat vind ik wel een beetje, en gisteren wat wel bijzonder, ik weet niet meer welk programma ik even zag, die zei, god, er zijn nu mensen die vinden het een best wel een aardige tijd. Toen dacht ik, er zijn heel veel mensen die het ook een bijzondere en een mooie tijd vinden. Ja. Waarin gewoon inderdaad die bewustzijn, gewoon even stilstaan bij wat er is en waar het eigenlijk over gaat, nu alle ruimte krijgt. Ja, maar dat is het. Hè? Ja. Dat is het, zo zie ik het ook. Het is een tijd met meerdere dimensies, zeg maar. En al die dimensies zijn relevant. En ik hoop dat we nu in een 5-6 weken in die tijd zitten, dat meerdere dimensies van deze tijd tijd en aandacht gaan krijgen, ook in de media en in de politiek. Weet je, het is misschien even wel aardig. Ik ben natuurlijk actief in de museumwereld. Ja. Ja. En ik denk van, nou weet je, ik vertel vele verhalen, ik vind het ook leuk om te vertellen. Ja. Maar ik vind het altijd leuk om er ergens in op te hangen. En dat heb ik niet met jou afgestemd. Ik denk, dat doe ik ook helemaal niet. Maar ik heb als museum zijn we natuurlijk altijd redelijk visueel ingesteld. Ik weet niet of ik kan zien wat ik hier heb. Ja, een dobbelsteen. Voor mij, maar wel een soort kei van cement of zo. Dat zie je goed. Ik zal er zo wat over vertellen. Maar ik wil proberen mijn verhaal een beetje aan die dobbelsteen op te hangen. Ja. Op dit moment is de museumweek gaande. Oké. Okay. Dus landelijk. En daar werden alle 400 geregistreerde musea werden gevraagd om een collectiestuk aan te bieden. Ja. Wat is jouw bijzonderste collectiestuk? Ja. Ik doe dat museum met een heleboel vrijwilligers, maar ook een aantal professionele dames. En die zeiden, Bert, we gaan met de dobbelsteen wat doen. Ik zei, nou, dat vind ik wel een hartstikke leuk idee. Dus ik heb het niet zelf bedacht. Maar zij hebben de dobbelsteen ingezonden. Ja. En wat leuk is, dat die museumweek, daar moeten mensen maar googlen ook, die is op het moment helemaal digitaal ontsloten. Dus er is nu een grote tentoonstelling op de Dam in Amsterdam. Ja. Waar onder andere deze dobbelsteen ook getoond wordt. En kijk, die dobbelsteen heeft wat mij betreft een aantal dimensies die ook van doen hebben met jouw thema. Kijk, die dobbelsteen heeft iets van geschiedenis. Ik kan zo wat meer over vertellen. Het heeft iets van schoonheid. Het heeft iets van de spelende mens. Hè. Het is een spelelement, een dobbelsteen. Ja. En dobbelsteen heeft meerdere kanten. Hè. Er zijn de meerdere dimensies waar we net al over spraken. En ik wil eigenlijk een beetje proberen het verhaal daaraan op te hangen. Oh, mooi. Ja. Ja, als jij dat goed vindt. Ja, dat vind ik mooi. Want het is tegelijkertijd ook jouw verhaal. Dus mooi. Nou, weet je, kijk, als museum IJsselsteen in dit geval. Dan zijn we ook een heel relevant museum. We zijn een museum wat niet groot is, maar wel een museum van formaat is. Hè, dat zegt iets over kwaliteit. Ja. En wij zijn altijd bezig om het verleden naar het heden te brengen en vanuit het heden naar de toekomst te kijken. Dat is continu een patroon waar wij mee bezig zijn. Ja. En we proberen op de huid van de tijd te zitten. Ja, dus wij hebben op dit moment een tentoonstelling lopen, die is geopend en 4 dagen later gesloten. Ja. Ongetemd. Ja. Over de natuur en de mens, hoe die met elkaar het samen moeten doen. Hè? En hoe dat wat ook een bepaald spanningsveld is. En we openen zometeen vanaf september, hebben we wat opgeschoven, een tentoonstelling over empathie. Okay. Hè? En dat is natuurlijk ook een thema helemaal van deze tijd. En dat zijn thema's die we al een jaar geleden bedacht hebben. Het verleden, heden en de toekomst.
Nou, deze dobbelsteen, hij is in werkelijkheid is het een miniatuurtje. Het is, ik denk dat hij 3-4 millimeter is. Oké. Okay. Ik heb er even een fotootje van gemaakt en een kopietje van getrokken. En die 700 jaar oud. 700 jaar oud, dat je dat op is realiseert. En hij is gemaakt van been. Hè? Dat gaat vanuit van een dierenbot, een dierenbeen. En, nou ja, goed, dat is het geschiedeniselement. En dat vind ik ook een aspect wat in de verhalen die we nu over corona horen en waarin we leven, dat men de vraag van hoe is het zo, heeft het zo kunnen komen, daar heb ik eigenlijk bijna niks over gehoord. Nee. He, dus ja, niet anders dan op een markt met veel wilde dieren in China. Ja. Maar in mijn beleving, dat zal best wel eens op die manier ontstaan zijn. Maar had die markt er niet geweest, dan had er wel wat anders geweest. He, dus ik hou al langer het verhaal van we leven in een bijzondere tijd. Waar heel veel dingen onder spanning staan. En waar de wal het schip al aan het keren is. Zonder dat ik me kon realiseren dat het op deze manier zou gaan plaatsvinden. Maar het is net als met een slechte binnenband of buitenband van een fiets. Ja, op enig moment, op de zwakste plek, toont het. En dit was nou toevallig die markt in China, maar dat had ook in Nederland kunnen zijn. Het had ook op een andere manier kunnen zijn dan met een virus. Dat aspect is helemaal onderbelicht. Dus wij doen weinig met de geschiedenis. Dus dat is een punt dat ik erin wil maken. Tweede aspect is de schoonheid. En we kunnen het verder zo nog over hebben, hoor. Maar de schoonheid, kijk, ook deze dobbelsteen, ik zal hem nog één keer laten zien. Ja, weet je, die is dus je voorstellen, een paar millimeter dus, Bert, hè? Ja, die hebben mensen 700 jaar geleden, kijk hoe die 6 en die 1, overigens zitten die bij ons tegenwoordig precies tegenover elkaar, ja. En de 3 en de 4 dan natuurlijk een andere kant. Ja. Maar die zijn best wel mooi vormgegeven, zeg ja, maar. Ja. Dus er zit een schoonheid aan. En als ik het over schoonheid heb, heb ik het over een, zeg maar, enerzijds een esthetische schoonheid. Maar we hebben het natuurlijk ook in deze tijd, een schoonheid. Schoonheid zit natuurlijk overal in. En dat heeft met bewustzijn te maken van in hoeverre zie je dat ook. En deze tijd brengt ons denk ik ook wel terug, omdat we ons klein maken, dat je ook nog beter waarneemt. En daar zitten de schoonheid natuurlijk in de kleine dingen. In de bloemetjes die bloeien, de dieren die weer op een andere manier tot leven komen. En de schoonheid heeft een esthetische kwaliteit, maar het heeft ook een andere dimensie, zeg maar. En, dus dat wil ik met het aspect van schoonheid ook belichten. Ja. Nou, een ander ding is het spelelement. Spelen, hè, dus de homo ludens, dat is natuurlijk een verhaal van Johan Huizinga, dus een historicus. Mm-hmm. Die heeft 100 jaar geleden zijn beroemdste boek Herfsttijd in de Middeleeuwen geschreven. In 1919. Ik was een aantal maanden geleden op een congres in Amsterdam. Waar daar ter gelegenheid van het 100 jaar uitkomen van dat boek. Daar heeft hij de homo ludens al benoemd. En hij heeft er later, ik heb dat boek, ja, ik had een aantal boeken bij elkaar gegraaid, heb ik ook de homo ludens. Dit is een nieuwe druk van de originele uitgave uit 1938. Oké. Okay. Ja, die had ik dan toevallig in mijn tasje zitten. En kijk, het spelen is een belangrijk element van de mens. Sterker nog, daar liggen ook mogelijk wel de oplossingen van het probleem waarin we nu zitten. We moeten misschien wel meer spelen. Nou, we spelen natuurlijk niet alleen maar in de termen van Huizinga plezier hebben. Er zit ook een ernstige kant aan. Hè? Het spelen, het leven is een spel. Het is ook een relativerende kant. Shakespeare sprak er ook al over. Hè? Dus dat spelelement, waar die dobbelsteen wat mij betreft ja, de metafoor voor is, heeft meerdere aspecten. Het spelen heeft ook elementen van vals spelen. Hè? En het politieke spel. Kortom, dat is ook een dimensie die ik in die dobbelsteen terugziet. Ja, en dan heb je natuurlijk de meerdere kanten van de dobbelsteen, de 6 kanten. Dat vind ik ook wel een interessante. Kijk, ik las recent ook iemand die zegt van ja, in het coronatijdperk, dan hebben we het eigenlijk over, hè, we zijn van driedimensionaal naar tweedimensionaal of naar eendimensionaal gegaan. Ja, lees, we zijn naar een kleinere wereld gegaan. Ja. En waarschijnlijk hebben we veel meer dan 3 dimensies. Hè? Dus wat ik, en daar zitten voor mij ook ingrediënten van de oplossing in. We moeten veel meer met elkaar
vanuit meerdere disciplines doen. Hè. Dus de wereld wordt op dit moment, hè, we hebben Rutte gisteravond weer horen spreken, en dat is toch ook, daar zit nog wat mij betreft te veel angst in. Hè. Je refereerde er net ook naar, en terwijl ik meer naar het vertrouwen wil, hè, van angst naar vertrouwen, dat die angst, zeg maar, die wordt te veel, laten we zeggen, op het moment dat je als medicus of als viroloog zo ja, op je postzegel in je paradigma zit, en dat bedoel ik niet negatief, maar dat is dat je wereld. En als jij dan vanuit die probleemstelling, de coronaprobleemstelling, tot oplossingen moet komen, ja, dan wordt dat wel heel, heel opportun, zeg maar. En dan komen ook oplossingen die daaruit voortkomen, waarbij ik het niet terzijde zou willen schuiven. Natuurlijk, zeker in die paniektijd, zijn zij ongelooflijk belangrijk. En natuurlijk in die ziekenhuizen wat daar gebeurt en de verzorgingstehuizen, dat is natuurlijk zeer schrijnend en confronterend. Maar ik zou echt een pleidooi willen houden dat er veel meer disciplines op dit moment deel gaan uitmaken van dat kernteam. Ja. Dat kernteam, ik ken de samenstelling niet precies, maar dat zijn toch medici, virologen, politici. Met alle respect, die gaan de oplossing met elkaar uiteindelijk ook niet bedenken. Dus we moeten in een soort, het gaat uiteindelijk altijd om evenwicht en balans. En we moeten vanuit het perspectief zoals zij dat nu bieden, moeten we wel de transitie ook maken de komende maanden. Waarbij ook ondernemers en filosofen en mensen uit de cultuur en natuurkundigen en andere wetenschappers ook mee gaan praten. Waar burgers mee gaan praten. Ja, ik kan me daar ook in voorstellen. Ik probeer echt mijn beeld te schetsen van goh, hoe dat dan zou gaan. Hè? Hoe zie je dat voor je dan? Ik zit ook maar gewoon hard op even na te denken erover. Hè? Maar... Ja, want ik zou behoefte hebben aan een aantal kernteams, zeg maar. Je hebt één kernteam met een web daaromheen. Ja. Met multidisciplinair samengestelde teams, met 10, 15 mensen erin. Mm-hmm. Laat die nadenken over probleemstellingen. Mm-hmm. En daar komen uitkomsten uit. En als je 10 van dat soort teams hebt, komen er 10 uitkomsten uit. En dan gaat er misschien weer één kernteam met die uitkomsten aan de gang. Ja, dus dat heeft ook te maken met... Misschien wel het opnieuw uitvinden van de democratie. He, hoe democratisch zijn we op dit moment nog bezig? En vanuit een crisis moet het misschien niet altijd even democratisch. Maar we moeten nu wel die transitie maken. Want anders zitten we zo meteen over een half jaar dat de corona en dan richting het vaccin langzaam weg is. Maar dan is die economie, Marian, is die economie zo ongelooflijk aan gort dat we daar nog 10 jaar mee bezig zijn om die schade te herstellen. Ik vind ook in het verhaal gisteren van Rutte, de ondernemer komt gewoon niet aan bod. Die ondernemers moeten natuurlijk ook in zo'n kernteam zitten. Daar zit zo ongelooflijk veel leed, met name in het midden- en kleinbedrijf. Ik heb het niet over de CEO's van de KLM's van deze wereld, maar ik en de, wat is het, dat bedrijf dat ook een opspraak is, die gelijk al aanspraak maakte op geld, hè, Booking.com. Dramatisch natuurlijk. Over die ondernemers heb ik het niet. Maar ik heb het over het midden- en kleinbedrijf. Ja, ik heb heel veel vrienden die zelf als ondernemer actief zijn. Ja, die in de evenementenbusiness zitten. Of in de bloemenindustrie zitten. Of met een contactberoep. Daar zit zoveel leed achter. Met mensen die hun huis een hypotheek op hebben zitten. Waar ze 30 jaar aan gewerkt hebben. Wat ze nu per week gewoon van zich af zien lopen. Dat verhaal wordt gewoon niet verteld. En dat is ook een verhaal. En dat gaat ook over gezondheid. Ja. Nou, als je het dan hebt over jouw dobbelsteen, zeg maar, dan is dat de veelzijdigheid. Die maakt dat het ook een interessant spel is. Hè? Dus ik hoor jou zeggen, goh, er wordt wel heel eenzijdig gekeken naar de oplossing van dit probleem. Misschien is het nu medisch. Ja. Ik kan daar wel bij aanhaken. Ik weet niet zo goed wat ik daar zelf nog van vind. Want elke keer als ik die man zie van de RIVM, dan denk ik, ik vind dat een soort van enge man. Alsof hij de waarheid in pacht heeft. En ik denk, hoezo, weet je? Ik geloof wel dat het is een onderdeel van de waarheid. Maar hoe dat dan verder gaat, ja, ik kan een heel beetje meegaan door te zeggen, maar wat zou er dan gebeuren, weet je? Dit is een interessante. Ja, weet je. En ik denk ook dat Rutte daar ook mee speelt. Van, goh, en dat is ook wat hij zei. Ik kan een slapeloze nacht van krijgen, want ik zie allebei. Maar
ja, en dan haal ik toch die kanteltijd van Jan naar boven, die dan zegt, ja, je hebt een onderstroom en die heeft nu niet geen zeggingskracht. Maar ja, aan de onderkant wel, want dat zijn wel de mensen die ik nu spreek. Ja, nou ja, goed, weet je, dat is hetgeen. Kijk, je hoort mij niet zeggen dat Rutte het niet goed doet. Tuurlijk staat hij daar vol vertrouwen en zelfverzekerdheid. En dat is ook hetgeen wat mensen op dit moment nodig hebben, zeg maar. Maar het is wel, kijk, laat het even duidelijk zijn. Ik ben geen fan van Rutte. Laat dat even duidelijk zijn. Ja, ja, goed, omdat het is de algemeenheid. Maar ja, hij heeft ongelooflijke kwaliteiten om in dit soort operaties wel vanuit vertrouwen te spreken. Ja. Ja, maar ik zie ook een Rutte, terwijl hij spreekt, waar een half jaar geleden, dat hij de mensen die op Malieveld stonden, de zogenaamde vitale beroepen uit onderwijs en de zorg, die hoonde hij gewoon weg. He, die gunde hij geen blik waardig. En dat glijdt zo van hem af. He, maar nu werd het over de vitale beroepen en dat gaat erin een zoete koek. He, ik hoor hem ook zeggen dat hij in al zijn vezels van zijn lichaam, dat hij vond dat de dividendbelasting afgeschaft moest worden. Voor de Booking.coms en voor de Googles en bedenk het allemaal maar. Ja, dat was natuurlijk iets waar ik, dat ging er bij mij niet in. Ja, dat is dezelfde Rutte waar we het over hebben. Het is ook de Rutte die veel te veel uiting heeft gegeven aan het neoliberalisme, wat natuurlijk in de 80-jaren is ontstaan, maar waar hij natuurlijk het laatste decennium ook een belangrijke rol in heeft gespeeld. Ja. En dat neoliberalisme moet in mijn beleving ook gaan kantelen. Dat moet ook opnieuw uitgevonden gaan worden. He, dus ik geloof wel in het liberale principe, maar we moeten dat wel van deze tijd maken. En hij is ook iemand die, he, we moeten uiteindelijk naar meer publiek en minder privaat. Die transitie zal ook moeten plaatsvinden. Maar hij is natuurlijk ook een man van het privaat. He, dus ik kijk naar Rutte, ik zie hem ook vanuit verschillende kanten. Ik zie wel degelijk ook zijn kwaliteit. Ik hoop dat hij zichzelf ook opnieuw kan uitvinden. Want misschien is hij in persoon best nog wel de leider die ons verder kan helpen. Maar dan zal hij zich wel opnieuw moeten uitvinden. Nou, wat ik interessant vind in deze tijd is dat er zoveel speelt. Weet je, het is een bizarre tijd en het is ook schoon. Het is een tijd van enorme paniek en van angst, maar ook van stilte en schoonheid. Zeker. Het is een politiek spel voor een deel, maar het vraagt ook van de individuele mens, zoals jij en ik, om te laten zien en voor te leven hoe het ook anders kan. En zeker, dat is eigenlijk wat ik jou misschien ook nu wel wil vragen. Wat is het spel wat jij nu zelf wil spelen? Ja, nou ja, weet je, kijk, ik heb de wijsheid niet in pacht en ik ben niet de ideale voorbeeld. Ik zou me niet als het ideale voorbeeld willen neerzetten. Maar wel jouw eigenheid. Want hoe doen jullie dat nu en jullie samen, weet je? Ja, nou ja, weet je, kijk, het is wel, kijk, ik sta wel bewust in het leven. Hè? En we staan als gezin bewust in het leven. En we stellen ook de vragen, de beschouwelijke vragen naar onszelf. Ja. En ik geloof helemaal wat jij zegt. Hè? Dus je moet uiteindelijk je eigen veranderingen willen leven. Hè? En daarmee kun je de wereld dus ook veranderen. Hè? Ik spreek ook heel veel mensen die zeggen, ja, maar Ben, de mensen die gaan toch weer dat en dat doen. De mensen. Ik zeg, ja, maar het gaat uiteindelijk, hoe doe je het zelf? Ja. Ik bedoel, iedere steen die je in de vijver gooit, is een verandering van de wereld. Ja. En iedere rimpeling geeft weer een verandering. Ja, weet je, het heeft met bewustzijn te maken. Ik bedoel, ik vroeg aan deze Ray ook, hoeveel vliegen wij nou eigenlijk? Hè? Hoeveel hebben wij nou de laatste jaren gevlogen? Toen bleek dat eigenlijk best wel mee te vallen. Niet om mezelf daarmee weer te sussen en het gevoel te geven van het ging wel goed. Maar het feit dat, ik bedoel, ik zal iedere keer als ik in de toekomst weer in de vliegtuig zal stappen, zal ik dat met meer bewustzijn doen dan dat ik in het verleden deed. Mm-hmm. En niet dat ik van de 80 euro tickets was voor een weekendje Praag of een weekendje Barcelona. Maar dat zijn dingen, dat moeten we ook dus niet meer willen. Mm-hmm. Nou, een ander ding is wat ik de laatste maanden ook wel mee bezig geweest ben. Hè, daar hebben we, laten we zeggen, het hele klimaatverhaal speelt ook een rol. Ja. En dan kom je natuurlijk ook op hoe sta je erin. Dus ik ben zelf minder, veel en veel minder vlees gaan eten. Echt, ik at al niet veel vlees, maar
maar echt veel minder. Dus ik eet nu bijna geen vlees meer. En ik hoorde van de week de term, ik weet niet of je hem eerder gehoord hebt hoor, flexitariër. Dus niet een vegetariër, maar een flexitariër. Nou, daar kon ik me wel in vinden. Dus ik heb niet principeel dat ik helemaal geen vlees eet. Dus als ik gewoon een bouillon wil trekken, dan doe ik het nog wel op mijn manier, van de soep. Maar ik doe het wel bewuster. Dus ik probeer eten natuurlijk rekening mee te houden. Ik probeer met mijn vliegenkaken rekening mee te houden. Je probeert toch je afdruk, want daar heeft het ook mee te maken. En uiteindelijk, kijk, wat mijn missie is, en dat weet je natuurlijk ook wel langer. Kijk, door middel van de kunsten en de cultuur een bewustzijn tot stand te brengen om tot meer verbinding, tot een betere samenleving te komen. Dat is mijn missie zoals ik al 10 jaar of langer in het leven sta. Mm-hmm. Daarom ben ik ook met dat museum begonnen. Mm-hmm. Dus dat is de bijdrage die ik er zelf aan lever. En het gesprek erover aan te gaan, ook nu met jou in gesprek te gaan. Yeah. En we zijn er daarmee nog niet. En ik ben er zelf daarmee nog niet. Weet je, we zullen wel degelijk... Kijk... Dat vind ik juist zo goed aan deze tijd. Hè? Ik bedoel, naast dat het ook gewoon een bizarre en een nare is voor iedereen die ziek is. Maar wel dat er zoveel meer verbinding is. Ja. Van de mens met zichzelf, maar ook met die met zijn gezin. Met de mensen om hem heen. Als je nu mensen tegenkomt, dan vragen ze echt wel geïnteresseerd. Hoe is het met je? Ja, zeker. Voor mij is dat echt wel de verbinding. Dus als je zegt, we willen met elkaar misschien... Dat is het dilemma waar ik zelf mee zit. Moeten we nou zorgen dat we de economie snel weer opstarten? Of zeggen we van, laat het nog maar even. Want als we dat gaan doen, dan is het ook heel makkelijk om terug te vallen in waar we vandaan kwamen. Ja, maar ik denk de vraag stellen is het antwoord geven, Maria. Ik bedoel, het gaat uiteindelijk weer om de juiste balans en het juiste evenwicht, zeg maar. Ja. Dus het is niet het een helemaal niet doen en het ander wel doen. Weet je, het gaat uiteindelijk, het is een soort krachtenveld. Zo zou ik daar mee omgaan. Ja. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die economisch wel degelijk op een bepaalde manier doordraaien. Maar er zijn er ook heel veel die... Ik heb ook vrienden in de kledingindustrie zitten. Zowel aan de maakkant als in de verkoopkant. Ja, weet je, ik bedoel, hoeveel adem hebben die om de hele boel stil te zetten? En daar moeten we onze ogen ook niet voor sluiten. Dus ik herken helemaal wat jij zegt over die mooie kanten van deze tijd. Want die koester ik natuurlijk ook. Dat is natuurlijk ook mooi om te zien. Weet je, ik ben ook aanhanger van De Meeste Mensen Deugen. Rutger Bregman, een fantastisch boek, kan ik iedereen aanraden. Ja. Kijk, dat ook vooral in crisistijd het beste van de mens veelal boven komt. En er zijn altijd uitzonderingen. Maar daar moet je je niet op richten. Hè? Dus er zit heel veel positiviteit in mensen. De meeste mensen deugen, denk ik ook. Alleen we moeten wel proberen de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Of in ieder geval, we hoeven het ook niet allemaal eens te zijn. Maar wel dat we met elkaar wel een weg willen bewandelen die tot een verbetering gaat leiden. Want... dat is in mijn beleving wel hard nodig. En dat heeft en kun je dat ook te maken met... Bert, kun je dat afdwingen? Want het is wat ik... Ja, dat zijn allemaal van die dilemma's die we gewoon met elkaar nooit kunnen beantwoorden. Maar de vraag is... moet je het nu eigenlijk zo snel mogelijk proberen te controleren? En dat kun je natuurlijk doen met een veelzijdigheid aan discipline. Dat zou ook interessant zijn. Of is het goed dat mensen dat het gewoon inderdaad, dat je de diepte ingaat en dus inderdaad heel veel verliest? En als je de bodem hebt, kun je het opnieuw opbouwen. Ja, nou ja, kijk, uiteindelijk moeten we met elkaar wel naar een soort bodem komen. En hoe dieper die bodem weg is, dat leert de geschiedenis ons natuurlijk ook. Dat we het meest veranderingsbereid zijn. Hè? Hoe dieper dan we in de ellende gaan komen, hoe meer het draagvlak is... dat wij als mens, als menselijke diersoort, gaan veranderen. Ja. Aan de andere kant hoop ik ook niet dat we zo diep komen, maar dat wil je overkomen. Dus dat is een beetje de contradictie eigenlijk. Ja. Ja. En het spanningsveld, en daar moeten we een balans in zien te vinden. Dus kijk, uiteindelijk gaat het denk ik om dat we met elkaar het bewustzijn gaan krijgen dat we willen gaan veranderen. En ik hoop dat we dat bewustzijn al krijgen zonder dat we helemaal het putje ingaan.
Ja. En als het dan toch nodig is om wel eerst helemaal het putje in te gaan, dan moet dat maar zo zijn. Ja. Weet je, wat nog een ander perspectief is vanuit de geschiedenis, zeg maar. Hè? Ja. Ja. Waar ik zelf voortdurend ook mee bezig ben. Kijk, het probleem corona, we hebben natuurlijk helemaal geen corona-probleem. Eén, zoals wij nu met elkaar zitten te praten, is het economische probleem een veelvoud van het corona-probleem. He, dus corona-probleem, dat is over 2 jaar, natuurlijk is corona is er nog wel, maar even een andere impact dan de economische impact. De economische crisis, voorspel ik nu al, of is misschien al zo, is veel heftiger dan de coronacrisis. Dus het is niet echt een coronacrisis. We zitten in een veel, veel, veel meer omvattende crisis. Maar waar is het allemaal toe terug te brengen, is uiteindelijk, kijk, het virus woekert, maar de mens woekert natuurlijk ook. Kijk, als je teruggaat in de tijd en in de geschiedenis, en dat is ook een vorm van bewustzijn. Kijk, die planeet bestaat al miljarden jaren, zeg maar. Maar dat wij daar als mens rondhuppelen, dat is pas een 100 of 200.000 jaar. Harari heeft er mooi over geschreven in Homo sapiens. En dat wij, daar waren we een beetje jagers, liepen we over die planeet heen. Dat wij ons dat meer gingen settelen, dat is 10.000 jaar geleden. Dat is pas 10.000 jaar geleden. Dat is op die context van die planeet is dat helemaal niks. Nee. Toen gingen we ons settelen, gingen we landbouw bedrijven. Kwam er iets van een stad, verstedelijking, een samenleving. Moet je je voorstellen, Maria. Toen waren we met op die hele planeet, om en nabij, met 1 miljoen mensen. 1 miljoen mensen op de hele aarde. 10.000 jaar geleden. Ja. Dan maken we even een stap verder. Toen ik geboren ben, een aantal decennia geleden, waren we met 3 miljoen. Mensen allemaal googelen nu. Meneer, 3 miljoen. Hoe oud zou die zijn? Kom weer mijn geboortejaar uit. Maar dan, 3 miljoen. Als ik een beetje gemiddeld oud mag worden, zitten we op 9 tot 10 miljoen. Een miljard, hè? Ik zeg het niet goed. Hè? Dus van 3 miljard. Hè? Toen ik geboren werd, 3 miljard. Dus in mijn mensenleven, dat korte mensenleven, zijn we bijna 3 keer verdrievoudigd. Ja. Nou, dat is natuurlijk de kern van het probleem, uitdaging waar we met elkaar voor zitten. Hoe we dat op die planeet, in die grote natuur, waar wij zelf onderdeel van zijn, dat laatste realiseren we ons natuurlijk niet altijd. Wij denken van dat wij de koning op die planeet zijn, en dat wij dat allemaal naar onze hand kunnen zetten, dat wij dat ook helemaal maakbaar kunnen maken, zoals wij dat willen. En die maakbaarheid, ja, daar worden we natuurlijk mee geconfronteerd. Ja. We zien natuurlijk dat we natuurlijk veel kwetsbarere wezentjes zijn dan dat we altijd gedacht hebben. En dat is natuurlijk ook een waarde die we nu aangereikt krijgen. Hè? Van alles is ook niet maakbaar. En daarom vind ik het ook wel goed om het in die geschiedeniscontext te zetten. Dus we moeten met elkaar een vorm zien te vinden hoe we met die 10 miljard mensen toch op een duurzame manier voor de lange termijn met die aarde om kunnen gaan. Want daar komt de coronacrisis of de economische crisis, of hoe je het ook wil noemen, daar komt hij wel uit voort. En daar moeten we met elkaar uiteindelijk ook, even los van de korte termijn oplossing, zal daar de lange termijn oplossing in gevonden moeten worden. Nou ja, voor mij waar je het dan over hebt, is zoals je even dit laatste stukje begon, het probleem is niet de corona, maar is misschien ook wel de economie en waar heeft het het meeste gevolg voor, zeg maar. Ik denk ook wel dat het een juist een discussie is, uiteindelijk, over waarde. Ja, waarde, en de waarde is nu bepaald, we gaan voor gezondheid en voor welzijn. En dat heeft tegelijkertijd in zich dat als je daar volledig voor gaat, dan kom je dus op die 3 miljard mensen of meer, weet je. Ja. En vinden we dat oké? Okay? Ik bedoel, dat is eigenlijk de discussie die we in onze democratie met elkaar eigenlijk moeten... Weet je, dat is heel goed dat je dat waarde element toevoegt, Maria. Want daar gaat het uiteindelijk natuurlijk ook om. Ja. Kijk, ik noemde net het... Kijk, uiteindelijk zijn we natuurlijk, als je het ook weer even toch in geschiedenisperspectief plaatst, zijn wij vanuit, zeg maar, de industriële revolutie. Hè? Zeg maar 250 jaar geleden. Is er een redelijke kanteling plaatsgevonden. Toen kregen we natuurlijk scheiding van arbeid en kapitaal. Tegen het kapitalisme kwam eruit voort. De individualisering waarin we nu zitten. Nou, het neoliberalisme. Uiteindelijk is natuurlijk die economische waarde, heeft de afgelopen
zeg maar 30 jaar een veel te belangrijke rol gespeeld in dat hele krachtenveld. Mm-hmm. He, dus ik pleit voor niet dat we de economische waarde helemaal moeten terugdringen, maar wel op een andere manier naar kijken. En dan moeten we inderdaad de culturele waarde, hè, maar ook de wetenschap moet je erin betrekken. Maar ook inderdaad de zorg en het welzijn en het, niet te vergeten, het onderwijs. Die waardes, en het gaat uiteindelijk weer om het holistische verhaal, denk ik. Hè, dus het gaat om het goede evenwicht erin. Nou, dat evenwicht vind je natuurlijk per definitie niet. Dus dat is de struggle of life die we met elkaar hebben om dat evenwicht voortdurend op de goede manier vorm te geven, in mijn beleving. En dat is de uitdaging waar we nu voor staan. En, ja, dat denk ik ook, ja. En wat het lastig maakt, kijk, ik denk als wij met z'n tweeën, of met een groep willekeurig andere mensen, vanuit een blanco sheet gaan beginnen en van de wereld vormgeven, ja, dan is dat relatief eenvoudiger. Maar wij zitten natuurlijk met een bizarre situatie, met inmiddels 7,7 miljard mensen. Dus we zijn nu met 7,7 miljard. Ja, hoe krijg ik dat dan vormgegeven? Nou, dat maakt het natuurlijk ingewikkeld. Kijk, wat ik ook als zorg heb, en dat zou wat mij betreft in dat bewustzijn, want alle veranderingen beginnen uiteindelijk eerst met bewustzijn. Ja. We moeten eerst bewust zijn in waar komen we vandaan, waar staan we nu, waar willen we naartoe? Los van het, hè, dus dat bewustzijn. En wat we leven natuurlijk in een tijdperk natuurlijk met die digitalisering, met de media, de social media. En wat ik een ingewikkelde vind, en daar kom ik ook weer terug op die dobbelsteen met die meerdere dimensies. Wij zijn wel een soort tweedimensionale wereld geworden eigenlijk. Het laatste 10 jaar misschien al wat sterker. Een zwart-wit wereld. Mm-hmm. En dat laat zich, wat mij betreft, het best wordt dat zichtbaar. Noem het maar, werd dat zichtbaar bijvoorbeeld in de Zwarte Pieten discussie. Ja, je had op een gegeven moment voorstanders en tegenstanders en dat ging hard en dat vreemde elkaar en het tussengeluid, daar was geen ruimte meer voor. Ja, maar dat zie je ook terug in de discussie die we recent hebben gehad rondom CO2 en landbouw. Dat werd op een gegeven moment een discussie, je bent voor boeren of je bent tegen boeren. Maar daar gaat het verhaal natuurlijk niet over. Maar zo wordt het door politici, door de media, wordt dat ook zo ingestoken. En mensen worden zo op die manier, dat wordt in de tv, door de tv wordt het natuurlijk ook geuit. En je bent voor of tegen. En je ziet dat, dat is wat minder groot gediscussieerd over, maar wel in de culturele wereld, waar ik natuurlijk ook een vertegenwoordiger van ben. De Gouden Eeuw discussie. Ja, daar wordt natuurlijk ook, daar wordt heel zwart-wit geframed allemaal. En een discussie waar ik op dit moment ook nog wel wat dingen zie opploppen, zeer ernstig overigens, waar ook heel veel dingen in samenkomen, is de 5G-discussie. Wat eigenlijk helemaal geen discussie is. Je bent voor 5G, of je bent een of andere idioot die palen in de fik steekt. En er zit helemaal niks tussen. Op het moment dat iemand wat post met wat genuanceerde geluid, wordt dat tegenwoordig al door de Googles en de Facebooks wordt dat verwijderd. In opdracht van overheden die en de Googles die denken van ja, wacht even, ik heb die overheid ook weer nodig om in de toekomst overeind te blijven. Dus ik luister daar maar naar. Dus die overheden, wie dat dan ook zijn, die hebben daar ook weer invloed op. Dat wordt ook een zwart-wit discussie. Het is een religie geworden, hè? Je bent voor of je bent tegen. Het is een religie waar die mensen eigenlijk monddood, maar ook dood maakt om niet meer mee te denken. En als je meedenkt, dan word je niet gehoord. Ik sprak gisteren met Marijn Poels, ken je die? Dat is een documentairemaker, die heb ik gisteren live. Ja. Nou ja, die heeft dan nu heeft ook Paradogma gemaakt, wat gaat over deze discussie. Van goh, zijn wij nog bereid om zelf na te denken? Of ben je volger? En ben je dus een soort religieuze secte aan het volgen? Ben je voor of tegen? Ja. 5G of niet of zo. Maar het is wel, durf je er van meerdere kanten naar te kijken als we het dan over dobbelsteen hebben? Ja, en al die kanten ook nog de ruimte om te zeggen waar het over gaat. Precies wat jij nu zegt, want het tegengeluid of het genuanceerde geluid, dat hoor je niet, dat lees je niet, dat zie je aan de tafels, op de tv niet, komt dat niet terug.
En dat even in de context ook van nepnieuws. He, want zowel de voorstanders als de tegenstanders, welk verhaal je ook belicht, of het nou over Zwarte Pieter gaat, of over Gouden Eeuw gaat, of over 5G gaat, die zijn allebei bezig met nepnieuws en framing en dingen. Dus wat is waarheid? Hoe krijg je als burger nog, waar kun je de waarheid vinden, zeg maar? He, dus hoe kritisch zijn we nog? Waar kun je de waarheid vinden? Nou, dat zijn wel dingen waar ik me... Ja, dat is wel iets waar we het over moeten hebben met elkaar. Ja, en ik heb een laatste stuk geschreven naar aanleiding van een eerder interview dat ik had met Marijn. Van, goh, als wetenschapper weet ik dat de waarheid bestaat niet, hè? Nee. Dus als je het ook in deze discussie van die wij nu hebben, maar ook in het kader van deze corona, de waarheid is niet. We komen er wel steeds dichterbij. Dat is wat we met elkaar willen. Ja. Misschien heb je daar wel de verschillende dimensies van nodig en al die vakdisciplines en ook bijvoorbeeld kunstenaars die toch op een andere manier kijken naar vraagstukken. Zeker. Dus daar zitten voor mij de ingrediënten van de oplossing, zeg maar. He, dus de ingrediënten van de oplossing zitten in bewustzijn, een vorm van hoger bewustzijn. Hoe zijn we nog verbonden met de spirituele wereld? We leven ook een beetje in een wereld waar... Kijk, ik ben voorstander van wetenschap, maar de wetenschap is ook niet heilig, zeg maar. Nee, we zitten ook, als je in een discussie terechtkomt, hè, ook vaak op social media, dan van, ja, maar is het wetenschappelijk aangetoond? Als het er niet aangetoond is, dan bestaat het ook niet. Ja, maar ik vind wetenschap wat soms in verschillende hoedanigheden gebruikt. Zoals ik het net zei, is het eigenlijk... Het wordt vaak gezegd, wetenschap, dat is waarheid. Maar dat is niet zo, we komen steeds dichterbij. Maar dat is iets anders dan de waarheid. Dat is het niet. Precies, ik bedoel, filosofie is ook een wetenschap. Maar ik bedoel, die bevraagt alleen maar. Ja. He, die heeft ook geen waarheid. En dat zit hem in de kunsten, dat is ook een wetenschap. Maar daar zit ook niet een absolute waarheid in. Nee. Dus wetenschap is voor mij niet synoniem voor waarheid. Nee. En de wetenschap moet in het hele spectrum een rol hebben. En dat laatste, dat zie ik te weinig gebeuren. Dus ik ben voor een multidisciplinaire samenstelling van... voor meerdere ruimte, meerdere geluiden. Dat er ook meer ruimte is voor dialoog, zeg maar. Ja. Dialoog voeren kan bijna niet meer. Het is... allemaal, en dat zie je ook in de politiek terug. Dus we zullen ook met elkaar... Je komt uiteindelijk raak je ook aspecten van dat we de democratie opnieuw moeten uitvinden. En als ik dat op de social media wel eens wat over zeg, dan zeg ik, ja, maar Bert, we hebben het hier toch fantastisch hier in het Westen. Wij hebben er, en dat is natuurlijk ook zo. Ik zou het natuurlijk niet willen ruilen met welke vorm dan ook. En die democratie moet in mijn beleving opnieuw uitgevonden worden. Wij zitten al 100 jaar op dezelfde manier te prutsen. En we moeten daar... Dat is met alles wat stilstaat. Dat gaat uiteindelijk... Is niet duurzaam. Is niet vitaal. He, dus ook het fenomeen democratie... Zullen we ook weer vitaler moeten krijgen. En dat heeft misschien ook wel te maken met de meerdere disciplines... Die we in moeten zetten. In besluitvorming, in meningsvorming. En... Nou, ik hoop hè, dat misschien ook een beetje naar een afronding toe, Maria. En daar ga ik voor, om daar een bijdrage aan te leveren. En dat zie ik jou natuurlijk ook doen, om dingen samen te brengen. En met elkaar kijken of wij degene die de zendtijd echt pakken in de media, de politici die een soort absolute macht denken te hebben... om die toch van onderaf, want de verandering zal van onderaf moeten komen, om daar onderaf met elkaar een bijdrage aan te leveren. En ik hoop echt dat wij, dat wij de komende decennium, dat wij daar gewoon getuigen van gaan zijn, dat we dat andere tijdperk ingaan. Hè? En ja, dat zou wel fantastisch zijn. Van dat we met minder tot meer komen. Hè? Want dat is uiteindelijk, denk ik, een waarde waar we uiteindelijk van moeten gaan. En ja, als ik daar misschien toch nog wat dingen in mag noemen, wat er ook op de agenda moet staan, waar ik erg in geloof, hè, dat is een veel sterkere EU.
En dan niet een Brussel wat een groot technocratisch gedrocht is, maar wel, wij zullen het wel als Europa met elkaar moeten gaan doen. Wij moeten veel sterker voor Europa, dus daar wil ik een pleidooi voor houden. Wij moeten natuurlijk een oplossing vinden voor migratie. Dat is niet alleen maar de vluchtelingen opvangen in kampen. Nee, wij moeten proberen aan de voorkant dingen te gaan doen. Wij moeten rijk-arm zullen we het over moeten hebben. Basisbeloning is iets waar ik inmiddels toch een redelijke voorstander van ben geworden. Nou ja, zo zijn er heel veel onderwerpen waar we gewoon aandacht aan zullen moeten besteden. Maar wat ik mooi vind is dat je zegt, misschien het zou mooi zijn als we met minder meer kunnen doen. En dat we elkaar daarvoor nodig hebben, dat is denk ik wel duidelijk. En dat is wel wat deze tijd in ieder geval toe oproep, dat we het met elkaar moeten doen. Precies. En daar moeten we wel toe uitgeven. En dat vind ik wel dat we dat wel goed doen. En ik ben met je eens dat we die democratie opnieuw moeten definiëren. En als ik dan, ik ben daarom ook heel erg benieuwd naar de derde film van Marijn Koels. Ja. Die heeft als titel Return to Eden. Ja. En hij heeft daar veel onderzoek naar gedaan over. En nou ja, oplossingen zijn altijd heel erg lastig, maar wel verschillende aspecten bekeken naar hoe je misschien wel daartoe komt. En dan gaat het denk ik over dingen waar wij het net over hebben. Ja, ik denk uiteindelijk, we zitten wat we dan noemen in een coronacrisis, wat helemaal geen coronacrisis is in mijn beleving. En dan moeten die aspecten die ik net benoemde, moeten dan ook allemaal op de agenda staan. Want dat heeft allemaal met die fietsband te maken die aan alle kanten slechte plekken heeft. Weet je, dus je kan wel heel erg op corona inzoomen, maar dan komen we weer in een andere crisis terecht. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Dus dat is, en dat is ook het verhaal wat ik natuurlijk door middel van de kunsten probeer te vertellen, hè, de samenhang der dingen, de loop der dingen. Ja, nou ja, het zou mooi zijn als deze crisis een soort een herwaardering geeft aan de waardes die belangrijk zijn. En soms moet je dan toch ook eerst een bepaalde waardes nastreven waarvan je denkt, nee, maar dat is het niet, weet je. Ja. En dat we dan uiteindelijk er wel toe komen. Ja. Ja. Nou ja, uiteindelijk geloof ik in een happy end, zeg maar. Hè. Ik hoop uiteindelijk, ik ben een man van vertrouwen. Ja. En dus ik, anders zou ik met jou niet eens het gesprek aangegaan zijn. Ik bedoel, op het moment dat je dat vertrouwen niet hebt, dan word je cynisch en somber. Het feit dat we met elkaar in gesprek zijn, het feit dat we, dat geeft wel aan dat we vooruit willen. En dat we, en ik ben er, uiteindelijk ben ik daar hoopvol in. Hè? Want om het nog maar een keer te noemen, de meeste mensen deugen. Hè? En als de meeste mensen deugen, dan moeten we met elkaar ook tot de goede dingen toch kunnen komen. Ja. Ja, dus ik heb daar wel vertrouwen in, Maria. En dat het proces, en ik hoop dat het proces vreedzaam gaat en dat dat met zo min mogelijk schade gaat. Maar het is uiteindelijk ook zoals het is. En we zullen ons op een andere manier moeten gaan verhouden tot die natuur. We zullen op een andere manier ook naar ons eigen menselijke inbreng moeten kijken. Van tussen geboorte en dood. Dus wij denken geboren en dan gaan we daarna spullen verzamelen en nog meer verzamelen. En we gaan oud worden en we gaan helemaal niet meer dood. Weet je? Maar wij moeten die dood uiteindelijk ook gaan omarmen. Want dat is ook een onderdeel van ons leven. En zonder dood is er ook geen leven. Dus het feit hoe wij met dood omgaan, daar hebben we ook nog wel wat van mee te leren, zeg maar. En iets mee te dealen. Nou, we gaan in ieder geval, we hebben een interessante tijd nu. Ja. Hè? Waarin dan nieuwsgierige mensen wel hoogtij vieren. Ja. Ja. En dank je wel voor dit gesprek. Ik hoop dat we samen ook nog eens de schouders gewoon onder dit vraagstuk kunnen zetten. Met een paar mooie mensen. Wat zei ik? Ik kon het niet helemaal verstaan het laatste. Nou, ik hoop ook dat we gewoon samen met een paar mooie mensen en zoveel mogelijk gewoon de schouders hieronder kunnen zetten. Ja, zeker. En onze zeker. Bijdrage kunnen leveren. Die energie is wel aan het ontstaan, hoor. Ik bedoel, als ik dat zo ook op de social media meekrijg, dan er zijn er gewoon mensen die niet op tv komen, die niet in de politiek zitten, maar die wel degelijk van zich willen laten horen. En ik denk dat nou ja, dit soort gesprekken daaraan bijdragen. En we moeten met elkaar de goede aanloop nemen om daarmee naar buiten te komen. Hè. Dus Jan Rotmans, hoor ik van de week nog een interview met hem. Die zeggen ook van, je moet het momentum gaan kiezen. De tijd is nu nog niet rijp om met die goede ideeën te komen. De media is er nog niet klaar voor. De mens is er niet klaar voor.
Hij gaf aan dat het rond de zomer, dat we dan moeten gaan kijken om die krachten te gaan bundelen. En ik zie dan eruit om dat met elkaar te doen, Maria. Ja,